Ik heb begrepen dat jullie al heel lang met deze stichting bezig zijn. Kunt u iets meer over deze stichting vertellen? Ja, de stichting is opgericht in 1998. De stichting beoogt mensen te helpen die aan de onderkant van de maatschappij zit. Dat wil zeggen, geen middelen in feite van bestaan hebben. En die moeten vechten of alle pogingen aanwenden om toch aan eten te komen. Om hun kinderen te kunnen laten studeren. In medische zorg, wat vaak een knelpunt is waar men geen gebruik van kan maken. Doordat de kosten hoog zijn. En zeer begaafde kinderen, om die de mogelijkheid te bieden om een studie te volgen aan een hbo of een universitair niveau. En deze projecten die vinden plaats in bepaalde landen? De projecten die wij hebben, die zijn gericht op Hongarije en Roemenië. Hongarije in feite gericht op een drietal tehuizen. En in Roemenië meer gericht op een individu, een familie of een enkel persoon, waarbij je ook moet denken aan bejaarden en gehandicapten. Oké, bedankt. Graag gedaan. En ik heb begrepen dat jullie een cheque gaan overhandigen. Dat klopt? Ja, dat klopt. En die cheque is niet alleen namens Plus van Limmick, maar namens de 4PLUS supermarkten in Almelo, Plus Cornelis in het stadion, Plus Wemerkamp op de Haaghoek en Plus Schuldink aan het Eskerplein. En die cheque is bijeengebracht door met name de klanten van onze winkel. Die hebben door middel van een emballagebijdrage, zeg maar, een donatie gedaan. En wij hebben dat met z'n vieren fors afgerond naar boven toe. En daar is deze bedrag tot stand gekomen. Nou, beste Jerry, bij deze overhandig je de cheque bijeengebracht door de Almeloze Plus klanten. En ik hoop dat je daar, nou, ik weet wel zeker dat je daar een goede bestemming voor vindt. Dus geweldig bedankt. Veel geluk ermee. Ja. En we zullen dat besteden voor aanschaf van voedsel voor de mensen, zowel in het tehuis in Hongarije als de mensen in Roemenië in het sponsorprogramma. Ja. Geweldig bedankt. Graag gedaan.